Vandaag kunnen games anno 2018 eindelijk goed gebruik maken van processors met veel cores. Welkom bij Hardware.Info TV. Het is bekend gegeven, processors krijgen steeds meer cores, maar games blijven achter in de ondersteuning daarvan. Tot een paar jaar terug was multicore bij games allemaal nog heel eng en onontgonnen gebied, maar het gaat gelukkig steeds beter. En om te kijken of moderne games eindelijk nu echt goed gebruik kunnen maken van processors met 8 of misschien nog wel veel meer cores, gingen wij aan de slag met heel wat games. En in deze aflevering van Hardware.Info TV doen we verslag. Want ja, 4 cores in een processor, dat is eigenlijk standaard. En 8 cores begint al heel gebruikelijk te worden. Ja, afgelopen jaar hebben we daar een grote verandering in gezien. Dat komt eigenlijk voornamelijk door AMD, die met de nieuwe Ryzen processors, die inmiddels ook alweer standaard zijn geworden, meer cores introduceerde in het mainstream segment. Voorheen was het eigenlijk meer dan 4 cores, 6 cores en helemaal 8 cores. Je zat in een totaal ander prijssegment waar je echt, je moest veel meer geld neerleggen en je zat op een totaal ander platform, waardoor het totaalplaatje, de kosten veel hoger waren. Ja. En dan praten we nu nog over puur fysieke cores. Dan heb je natuurlijk nog hyperthreading bij Intel, SMT bij AMD. Ja. En al die fysieke cores die kunnen ook nog de instructies van 2 programmathreads verwerken. Ja, precies. En voorheen was dat dus ook alleen Intel die dat kon met hyperthreading. En ook met de Zen Core heeft AMD dat ook geïntroduceerd. Die noemt het dan SMT. Simultaneous multithreading. In essentie is het hetzelfde idee. Dat is inderdaad 1 core 2 instructies tegelijkertijd kan verwerken door dat heel snel af te wisselen eigenlijk, samen te proppen. Waardoor je Windows vertelt dat er meer threads beschikbaar zijn. Ja. Ja. De AMD Ryzen processors zijn dus 8 cores en 16 virtuele cores. De nieuwe Intel Coffee Lakes zijn er 6 en dus 12 virtuele. Betekent dus de facto dat als je als game goed wil schalen op een moderne luxe game PC, moet je je programma zich dus kunnen overdelen en dus 12 en liefst zelfs 16 processorcores, of op zijn minst virtuele processorcores, gelijktijdig bezig kunnen houden. Precies, en voor sommige programma's is dat fantastisch. Is het ook voor videobewerkers bijvoorbeeld, is het onwijs mooi nieuws dat zoveel cores nu betaalbaar zijn in dit segment. Ben je veel video's aan het bewerken en vooral aan het renderen. Dat soort zware taken, dan kun je al die cores lekker aan het werk zetten en die zijn met hun eigen stukje bezig. Ja. Dus voor dat soort werk is dat echt perfect. Maar voor games zit het toch echt heel anders in elkaar. Want wat we zien is dat een engine waar een spel in draait, die kan lang niet altijd goed gebruik maken van veel verschillende cores, omdat de latency tussen de cores en wat er op dat moment daadwerkelijk op het scherm moet gebeuren, dat hangt heel erg ervan af hoe snel die cores kunnen samenwerken. Ja. En dan kan elke core wel met zijn eigen stukje bezig zijn, maar voor de framerate kan het lang niet altijd, is dat lang niet altijd gunstig. Plus dat het überhaupt is dat de workload van een game lastiger te verdelen is. Bij video-encoding is het gewoon, ja, je zou je simpelweg kunnen zeggen, iedere core doet een stukje van het beeld, maar bij een game is het allemaal meer van de ene core mag het geluid berekenen en de andere core mag een stukje AI doen en een paar cores mogen zich met de grafische dingen bezighouden. Ja. En het is lastig om dat zo te verdelen dat ze alle cores volledig, of in ieder geval zo volledig mogelijk belast worden. Precies, omdat in die instructies moet werk ook heel vaak worden samengevoegd op weer 1 core die dan uiteindelijk weer een groot deel van de belasting voor dat spel moet doen. Dus inderdaad, dus in de praktijk is dat best wel lastig. En dan zien we dan wel dat developers van games er iets beter in worden. Maar dat is ook een beetje een kip-en-ei probleem, die core scaling in games. Want je kunt ook wel weer zien dat de games die nu worden ontwikkeld, dat die, ze worden ontwikkeld voor welke processorconfiguratie gebruikelijk is vandaag de dag. Ja. Ja, en lang niet iedereen is nog overgeschakeld op een processor met heel veel cores. Dus ontwikkel je een spel waarvan je zeker wil zijn dat veel mensen dat kopen en ook kunnen spelen. En niet terugbrengen naar de winkel. Dan zul je waarschijnlijk eerder geneigd zijn om voor een quad-core een spel te optimaliseren. Ja, en niet voor een 8 of 16 core. Ja. Nou, om te kijken hoe dat anno 2018 precies zit, hebben we aardig wat games getest. We dachten het is 2018, dus wat zou een mooi aantal zijn? 18. Ja, klopt. Nou, we gaan het rijtje even mee. Leest u mee. Assassin's Creed Origins, Call of Duty World War II, Destiny 2, F1 2017, Far Cry 5, Final Fantasy 15, Fortnite, Ghost Recon Wildlands, Shadow of War, Need for Speed Payback, PUBG, Prey, Total War Warhammer en The Witcher 3. Dat zijn de spellen die we in DX11 hebben getest. Ja. En de spellen die we in DX12 hebben getest zijn Battlefield 1, Forza Motorsport 7 en The Division. En dan hebben we als laatste ook nog 1 game getest die in Vulkan draait. Dat is Wolfenstein 2. Ja, er zitten hier nou wat oudere games tussen. Het gros is toch redelijk modern. En sowieso de meest populaire games van dit moment, Fortnite en PUBG, die zitten er sowieso tussen. Ja. Nou, we gaan kijken naar de resultaten. Voordat we dat gaan doen, is het even goed om uit te leggen hoe we dit hebben getest. Want het is onmogelijk om dit met alle soorten processors en alle soorten varianten te gaan testen. En het is ook nog eens dat we eigenlijk gewoon puur willen kijken naar het verschil in prestaties bij oplopende aantal cores. En dan wij alle andere variabelen wilden uitschakelen. Dus de testprocedure is wat bijzonder. Precies, we willen voornamelijk kijken naar het verschil in cores. Dus de rest van het platform houden we zoveel mogelijk gelijk. Nou ja, het testplatform wat we gebruikt hebben is ons standaard testplatform voor 3D-chips en videokaarten. Dat bestaat uit een i9-7900X processor. Ja. Dat is een processor die zelf 10 cores heeft en hyperthreading, dus die beschikt over 20 threads. Ja. Die hele processor hebben we in zijn geheel overgeklokt naar 4,5 gigahertz. En dan hebben we, om die processorconfiguratie te simuleren, hebben we cores en threads uitgeschakeld. En wat we simuleren is een dual core met hyperthreading, dus dat je 4 threads hebt. Een quad core zonder hyperthreading, dus de meest gebruikte processorconfiguratie op dit moment. Ja. Een quad core met hyperthreading, dus 4 cores en 8 threads. Ja. Een hexacore, dus 6 cores zonder hyperthreading, dus ook 6 threads. Dan ook nog, en dat is dus die nieuwe i7-8700K waar je het over had, de hexacore met hyperthreading, dus een 6-core met 12 threads. En dan hebben we nog de 10-core met 20 threads, dat is dan de 7900X volledig ingeschakeld. Eigenlijk hoe die processor standaard is, maar dus wel overal precies dezelfde klokfrequentie. Ja. Dus prestatieverschil wat we zien komt ofwel door het grotere aantal cores, en wat natuurlijk wel nog een klein beetje meespeelt natuurlijk bij Intel, als je cores in en uitschakelt, je er wat meer L3 cache bij krijgt. Dus dat moeten we er meteen als disclaimer bij zeggen. Precies. Maar het gros zal komen door het aantal cores. Dus de facto zou je kunnen zeggen, als in de grafiekjes de prestaties niet stijgen, betekent dat de games gewoon extra cores niet goed bezig kunnen houden. Ja. Ten slotte daar nog aanvullend bij, we hebben ook puur ter referentie hebben we nog een Ryzen systeem erbij gepakt. Daar hebben we een Ryzen 7 2700X in gestopt. Die hebben we wel op standaard snelheden laten draaien, omdat die niet zo ver kon overklokken. En dat is gewoon puur ter referentie om te zien hoe die processor zelf schaalt in de framerates en de frametimes in de verschillende spellen. Ja. Nou, in onze geschreven reviews zijn alle 18, de resultaten van alle 18 games los beschreven. Dat gaan we niet allemaal bekijken hier in Hardware.Info TV. Nee. Maar beginnen even met een, ik zou willen zeggen, worst case voorbeeld, Call of Duty World War II. Dit is nou een typische game die niet bepaald schaalt met meer cores. Nou ja, als we hier linksonder kijken naar die index die berekend is op basis dus van de framerate. We hebben als eikpunt hier de quad-core zonder hyperthreading genomen. Nogmaals, omdat dat vandaag de dag de meest gebruikte processorconfiguratie voor de gemiddelde gaming PC is. Ja. Dan zien we dus dat als je nog op een dual-core met hyperthreading zit, dat je er een paar procent achterblijft. Nou, dat valt allemaal nog wel mee. Als we dan kijken hoe ver die game doorschaalt puur op de framerate, dan zien we dat als je een zwaardere processor erbij pakt met 6 cores en 12 threads, daar haal je maar een paar procent uit. Dat schiet bijna niet op. Ja. Hier zien we echt hele slechte scaling. Een compleet ander voorbeeld is Forza Motorsport 7. Dit is echt het andere voorbeeld, dit is het andere uiterste. Dit is een game die juist extreem goed schaalt. Dan zien we dat je ten opzichte van een quad-core zonder hyperthreading, als je maar genoeg threads hebt, dus in dit geval 10 cores en 20 threads, dat je je framerate dus met 50% kan verhogen als je van die quad-core naar die 10-core gaat. Moeten we uiteraard natuurlijk wel nog altijd bij zeggen, dit is een best case scenario. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van 4 naar 10 cores en je krijgt daar maar 50% bij, terwijl het aantal cores is 2,5 keer zoveel. Het blijft altijd zo dat bij games de videokaart meer invloed heeft op de prestaties dan de processor. Dus bij videobewerking benchmarks zou je een factor 2,5 in prestaties kunnen zien. 50% is echt gewoon, in ieder geval we hebben gezien, zo'n beetje het hoogst haalbare. Precies, dit is voor games is dit al vrij uitzonderlijk. Ja. Dus dat is goed om het achterhoofd te houden. En ergens, het zet je wel weer met 2 benen op de grond. Er kan geen magische schaduw voorkomen. Ja. Nou, nogmaals, we gaan niet alle 18 games één voor één bespreken. Wie dat machtig interessant vindt, lees vooral de geschreven review. Wat we nu eventjes doen is in de verschillende resoluties en de verschillende settings hebben wij een gemiddelde gepakt van die 18 games. Ja. Links zien we dit het gemiddelde qua framerates, dus het aantal beelden per seconde. Rechts het gemiddelde in frame times. Dus daar is het eigenlijk hoe lager, hoe beter. Ja. We beginnen even in 1080p medium. Misschien zit het nog wel de meest interessante, want juist hier is de gebruikte videokaart, de RTX 1080 Ti. Het minst snel de bottleneck. Ja. En dus zou je hier eigenlijk het grootste verschil qua processorkracht moeten zien. Precies, want die videokaart kan wel snel genoeg die beelden renderen. Dus daardoor kan de framerate heel hoog. Maar als je kijkt naar het aantal cores, en eigenlijk vragen we ons dus met deze test af, zorgen die cores dan kunnen die cores zorgen in een spel voor die hogere framerate als de videokaart niet het probleem is. Ja. Op deze lage resolutie is dat echt de valide vraag. Nou ja, wat we hier zien met het gemiddelde van die 18 games, en nogmaals, het zijn over het algemeen nieuwe games, er zitten een paar oudere tussen, maar het gemiddelde wat naar ons idee best een gewogen beeld geeft, ja, dan valt dat helaas nog best wel tegen. Ook vandaag de dag, anno 2018, zien we dat als je op een dual core met hyperthreading zit, dus dat je 4 threads hebt, ja, dan blijf je wel 13-14% in de framerate achter. Is dat extreem? Nou, eigenlijk ook niet. En wat we dan zien op Full HD Medium al, je kunt er nog wel wat mee vooruit. Als je dus extra cores hebt, je maakt bijvoorbeeld de overstap van een quad-core zonder hyperthreading naar een hexa-core zonder hyperthreading, dus van 4 naar 6 cores. Ja. Dan kun je daar tegen de 10% hogere framerate aan overhouden. Nou, ja, dat is heel tof, dat is heel fijn. Maar geen hele grote verschillen. Nee. Nou, en als we dan in grotere instellingen kijken, in Full HD Ultra wordt het verschil natuurlijk nog wat kleiner. En in hoge resoluties al helemaal. Nou, laten we bijvoorbeeld even kijken naar WQHD Medium. De overstap van 4 cores naar 10 cores, nog geen 10%. Ja. En in 4K tenslotte... het blijft er zelfs nog maar 5% over. Ja, precies. Dan zie je met het opschalen van die resolutie en de kwaliteitsinstellingen, ja, zie je dat die videokaart het dermate veel zwaarder krijgt. Ja. Dat die van werk verzadigd is en dat de processor op sommige momenten eventjes, ja, moet wachten tot die videokaart klaar is met het renderen. En dan zie je dat die extra cores niet uitmaken en dat ook een langzame processor, ja, eigenlijk dan niet voor een bottleneck zorgt. Wat mij niet helemaal duidelijk is of we nu gewoon naar de game developers moeten wijzen en zeggen jullie zijn een steltje luie donders, of misschien is het gewoon zo dat dit gewoon echt heel lastig is om goed gebruik te maken van veel cores binnen een game engine. Hoe het ook zij, het is bewezen dat het geen mega verschil is en eigenlijk wat we wel mogen concluderen is dat je beter een snelle quadcore kunt hebben, of een quadcore op hoge klokfrequentie, ja, dan enorm investeren in een processor met 10 cores, 16 cores of misschien nog wel meer. Ja, precies. Als je echt bulkt van het geld, koop vooral die processor met veel cores. Ja. Ga hem lekker overklokken, koop hele mooie koeling erbij. Als geld geen rol speelt, doe dat vooral. Want wat we wel gezien hebben in die frame times, zien we in de meeste games wel dat die frame times zijn wat strakker. Dus de framerate neemt niet echt heel veel toe. Ja. Maar hoe vloeiend het beeld voor je is, dat wordt nog net iets beter met een core met meer processors. En het voordeel is, je kunt naast je game nog extra software draaien. Dus als je Discord of iets anders op de achtergrond hebt draaien om met je teamspelers te communiceren of zo. Ja, dat zal, en je hebt daarnaast nog een browser of wat andere dingen openstaan. Dat zal allemaal net wat beter gaan en dan heeft het spel er wat minder last van. Maar als we puur kijken naar de framerate en je pakt niet een GTX 1080 Ti, maar een iets meer een mainstream videokaart. Ja, dan heb je inderdaad iets beter aan een quad-core of een hexa-core die gewoon zo hoog mogelijk geklokt is qua framerate, dan dat je echt naar heel veel cores gaat schakelen die op een lagere kloksnelheid draaien. En zoals gezegd, alle resultaten van alle 18 games zijn terug te vinden in de geschreven review. Link daarna vind je bij de beschrijving van deze video. Dit was Hardware.Info TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer.